Het is vrijdag 27 september en ja hoor, Ajax speelde fantastisch gisteravond. Maar dat is niet het enige waar we het vandaag over gaan hebben, Martje. We gaan het ook hebben over Rio. We gaan naar Rio. Ja? Ja, Broes. Ik hoop het, man. Ik hoop het ook, man. Zullen wij nu afspreken dat we allebei vandaag nog een lot kopen voor Estrela de Favela? Ik heb er al eentje. Ja, ik heb er ook al één. Maar we kopen er nog één en als die wint gaan we samen. Dat is goed. We hebben de actie natuurlijk al meerdere keren verteld deze week. Estrela de Favela hebben een prachtige actie. Een loterij eigenlijk. Je kan een lot kopen voor €10. Voor het goede doel. Voor het goede doel. Voor de favela's daar. Ja, de kansarme kinderen. Ja, de armste wijken. De meest gewelddadige wijken. Daar zorgen zij voor educatieprojecten, sportprojecten. Ja. En dat doen ze allemaal met deze opbrengst. Maar als je maandag bij de trekking jouw lot uit de koker komt, dan win jij samen met een vriend of vriendin, met wie je wil, of familie, win jij een meerdaagse reis naar Rio. Ja, heerlijk toch? Ik moet zeggen dat een ouderwetse loterij voor het goede doel, dat geeft mij, ondanks dat ik 28 ben, toch een soort nostalgische gevoelens naar de jaren 70. Terwijl ik geen idee heb of het toen ook was, maar het voelt helemaal als vroeger. Ja, nou ja, maandag is dus de trekking, zoals je dat noemt. Ja. Dus je kan nog tot die tijd, kan je nog loten kopen. Ik ga wel meedoen. Ja, maar doen we allebei, kopen we er eentje, maar dan... Ik ga wel goed onderscheid maken van als die op die eerste valt die ik gekocht heb. Wat je hoopt. Dan ga ik gewoon met een echt vriend. Ja, nee, ja, precies. Ja, nee, dat is totaal eens gelijks. Maar kijk, je kan nu wel 2 keer winnen. En weet je, met de staatsloterij zo is het altijd een beetje gevaarlijk. Maar nu, stel je voor dat je wint. Je staat er aan de Copacabana met zo'n kokosnoot, met een voetjebal, met een rietje eruit. Ja, en het belangrijkste is, je steunt natuurlijk de favela's. En de projecten die Estrela de Favela daar allemaal doet. Maar als ik win... Dan vind ik het vooral heel fijn dat ik daar ben. En dan is het mooi dat het aan het goede doel bijdraagt. Dames en heren, ook dat is Mart ten Haven. Maar ik wil vooral heel graag daarheen. Ja, laten wij lekker over voetbal gaan praten, Martje. Want Ajax was gisteren genieten geblazen. Ja, what the fuck. Het was echt... het voelde een beetje als een soort Champions League overwinning. Als je kijkt naar de allure van die wedstrijd met het publiek. En ik ben niet enorm fan van die vlaggetjes. Maar met al dat rumoer in het stadion en dat gebrul van die Ajaxiden... Denk ik echt dat zij met z'n allen die club een enorme dienst bewezen hebben. Ja man, het versterkt elkaar ook heel erg. Man. Van het gevoel van dat het een belangrijke wedstrijd was. Ik vind dat altijd sowieso wel mooi tegen Turkse tegenstanders. Want die brengen natuurlijk zelf wel heel veel mee. Dat moet ook gezegd worden. Maar de arena was een mooie plek voor deze wedstrijd. En hoe Ajax speelde, dat hielp natuurlijk super, super erg mee. Met elke keer die aanvallen vol ervoor gaan. Dat vond ik al heel erg mooi. Ja, en het zegt ook veel over het Ajax-publiek. Hè? Want ze hadden vroeger natuurlijk een beetje de naam van... dat ze alleen maar kwamen kijken om te checken of ze wel winnen. Maar het feit dat je dan toch was een tijdje ook zo. Dat de vraag was, wordt het 4-0 of 5-0? Ja, precies. Maar nu hebben ze toch een pijnlijke nederlaag... of een pijnlijk gelijkspel geleden eigenlijk in Deventer. En in plaats van dat er dan gezeik is... was er echt gewoon optimisme en support en... Nou ja, dan zie je ook dat als je niks te verliezen hebt, maar juist wat te winnen hebt, dat je heel anders voetbalt. Ja. Met Brani. Ja, nou ja, oprecht. Het was eigenlijk, zou je bijna wel showtje kunnen zeggen, van zonder de opvallende gallery play, zeg maar. Ja. Maar er werd wel gewoon heel erg goed gevoetbald. Waar dat volgens mij ook heel erg in zit, en wat denk ik ook dan weer het publiek versterkt, is dat heel veel van die tweede ballen dan altijd voor Ajax waren, weet je wel. Dus dat je er dan altijd kort op zit. En ik vind dat misschien wel het opvallendste, man. Als er zo'n groot verschil zit tussen die wedstrijd tegen Eagles en nu tegen Besiktas. Ja, maar ik denk wel dat dat komt omdat al die gasten, ze gaan naar Go Ahead. En dan wordt er natuurlijk heel erg benadrukt van, jongens, pas op, ze zetten druk. Dat publiek komt erachter. Dus zorg dat je dit goed doet. Terwijl als je thuis tegen Besiktas speelt, heb je veel meer het gevoel van, we kunnen ons nu laten zien hoe goed we zijn. Ja. En... je merkt denk ik aan bijvoorbeeld die ploeg van Ten Hag. Daar was het voetballende niveau... was zo hoog, tactisch gezien en fysiek gezien. Ze waren super fit. En dat publiek, dat gaf net nog een beetje extra. Nou ja, hier is het voetballend niveau is heel labiel, kun je wel zeggen. Alleen, als het allemaal loopt, dan is die top wel heel hoog. Ja. En dat heb je gisteren gezien. Ja, zit er dan ook nog verschil in dat je tegen Besiktas dat Ajax eigenlijk meer ruimte kreeg, ook om te voetballen dan tegen Eagles? Ja, zeker. Dat is sowieso waar. Maar je komt ook natuurlijk meer in je kracht. Want bijvoorbeeld hoe Hato... die bal voorover. Dat is een beetje identiek hoe Go Ahead die bal voorover tegen Ajax. Weet je wel? Je komt uiteindelijk veel meer in je kracht. Maar dat komt ook omdat je gewoon lef toont. En omdat dingen lukken. Succesbeleving noem ik dat altijd in mijn presentaties. Succesbeleving, dames en heren. Nee, ja, wel eens hoor. Ik vond ook best wel wat leuke dingetjes eigenlijk om te zien, man, bij Ajax. Die ik nog niet per se had gezien. Bijvoorbeeld een hele zachte inspeelbal Brian Brobbey. Viel mij op. Heb je dat ook? Dat was bij die goal natuurlijk van Taylor. Ja. Maar het moment daarvoor gebeurt dat eigenlijk ook. Bij welke aanval is dat? Je bedoelt die bal van Traoré op Gods? Dat was ook een heerlijk balletje. Maar, zeg maar, toen dacht ik van oké, deze bal... Iedereen, elke... supporter die zegt strak inspelen. Ja. En dit is heel bewust, speelt Fitz-Jim volgens mij die bal heel zachtjes in op Brobbey. En een ander moment was dat ook. Zodat die middenvelders ook daadwerkelijk tijd hebben om bij te sluiten. En waarom dat kan, is omdat Brobbey ervoor zorgt dat die verdediger er nooit voorkomt, zeg maar. Want dat is precies, natuurlijk normaal met zo'n zacht balletje. Dan kan zo'n verdediger instappen. Dus dat vond ik wel grappig om te zien dat meermaals terugkwam. En je had gewoon zowel vanaf het middenveld met, denk ik, de uitblinker Fitz-Jim, als aan de buitenkant en met Gods en Traoré, wel gewoon gasten die ook lef tonen en constant leven gaan. Ja, man. En ik vind het ook leuk om te zien dat... Ik vind Gods een enorm talent. Dat is een enorme open deur. Maar je ziet ook hoe super graag die wil. Mm-hmm. En daardoor is hij soms ook wat druistig. Alleen als het dan lukt, dan zie je bij bijvoorbeeld die goals van hem zo'n explosie aan emoties, dat hij er zo blij mee is, dat je bijna hem zou gunnen van... Oké, Mika... wil het iets minder graag. Nee, man. Wees net heel iets rustiger, maar dan ga je beter van voetballen. Ik haat druistigheid bij oudere spelers. Dan denk ik, je bent nu verdomme bijna 30. Je mag er wel even af. Maar bij jonge spelers vind ik dat zo mooi. Ja. Ik heb het niet over mezelf. Maar, bij jonge spelers vind ik dat juist wel mooi, man. Want dat laat voor mij ook heel erg zien van... die drang, zeg maar, om je te bewijzen, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook spelers die kruipen een beetje in hun schulp. En ik denk dat je daar zeker als buitenspeler op de positie van Gods, dat dit zo'n goede kwaliteit is. Ja. Ook dat je maar durft blijven gaan. En dat je ook die verantwoordelijkheid voelt. Die hij natuurlijk eerder al met penalties heeft gepakt. Met wisselend succes. Ja. Maar die verantwoordelijkheid voelt hij wel om die acties aan te gaan. Hij voelt echt van oké, ik ben die buitenspeler die zijn tegenstander moet uitspelen. Zodat we ergens anders een mannetje extra hebben. En ik vind dat mooi om te zien. En je ziet ook met hoe die voor de goal komt. Dat als hij nog iets beter wordt, gaat dat rendement zo godsgruwelijk hoog worden. Dat hij daar de hele tijd in die 16 komt. Pun intended? Die... ja, nee. Maar dat gaat natuurlijk... Ja, zeker weten. Als hij echt doorbreekt... Want ik vind nog niet dat hij is doorgebroken... dan wordt hij onverdedigbaar voor de eredivisie. Fitz-Jim? Wereldpot, toch? Hij speelde echt heel goed, Mart. Hij speelde zeker een 8,5. Ja. Echt. Ja. Van hem zo goed. Hij was overal, man. Nee, ja, Fitz-Jim speelde absoluut een wereldpartij... en absoluut een 8,5. Alleen... Komt er nu, het is maar Besiktas? Nee, helemaal niet. Want Besiktas is een goede ploeg, ondanks dat ze niet echt lekker voetballen. Tenminste, op papier. Ik bedoel, kijk ook nooit de Turkse competitie doen ze het ook aardig. Maar ik vind dat wisselvallige van Fitz-Jim, dat valt me zo maar tegen. Hij is nog jong ook, hè? Ik vond dit typisch, zowel de hele wedstrijd nu tegen Besiktas en daarvoor tegen Eagles. En ook dus dat bij spelers zit. Dat is volgens mij... is dat inherent aan dat je gewoon met heel veel jonge spelers speelt. Want dat zijn het, hè. Het zijn echt bijna alleen maar hele jonge gasten. En ik denk wel dus dat je daar met Farioli wel een goede trainer voor... En dat is wat jij volgens mij in het begin van het seizoen hebt gezegd. Van, ja, Ajax zal hier echt geduld mee moeten hebben. Want volgens mij heeft deze man een hele goede voetbalvisie. Ja. Kan die jonge spelers echt goed doorontwikkelen. Maar ga je die wisselvalligheid, ga je wel merken. Ik denk dat gewoon... Toen dat ik moment echt wel verstand van heb. Nee, ik zal dat nooit ontkennen, Martje. Nee, maar... Ja, kijk, bij Fitz-Jim is een beetje mijn stokpaardje... dat hij niet voor niets op de bank zat bij Excelsior, bij Vlagen. Maar dat is natuurlijk ook echt een waardeloos argument. Mm-hmm. Dus dat zal ik voortaan niet meer gebruiken. Hoe denk jij... Ja, maar hoe denk jij dat het kan... dat die wisselvalligheid bij hem zo groot is? Want zelfs in de KKD vond ik dat ook. Ik vind dat wel lastig, want... Ik denk als je kijkt naar gisteren, laten we dan zo'n goede wedstrijd erbij pakken. Wat hem dan heel erg helpt, is dat hij heel alert is of zo. Ja. Dus dat, hij staat aan. Als ik het over die tweede ballen had, maar ook over de omschakeling. Hij heeft twee keer dat er een schot op doel is of een half schot op doel. En dat hij erbij zit voor die rebound. Eén keer, nog een derde keer waar hij uit scoort. Maar één keer gaat hij nog op de paal. En één keer heeft hij nog een soort rebound die in de handen van de keeper komt. Want dat hij uitverdedigen blokt. Dus dat hij heel erg aanstaat. En dat kan natuurlijk best dat hij dat niet elke wedstrijd kan opbrengen. Dat hij af en toe dat dromerig geeft. Ik vind het moeilijk. In zijn voetbalkwaliteit vind ik dat moeilijk om te zien. En moeilijk te verklaren. Volgens mij is hij ook, als je puur kijkt naar talent op voetbalgebied... absoluut een potentiële baasspeler voor Ajax. Mm-hmm. En goede baasspeler voor Ajax. Alleen ja, in het hedendaagse voetbal zijn zowel die fysieke als mentale componenten belangrijker dan ooit. En daar twijfel ik wel een beetje over. Kijk, als hij dit doorzet tot de winterstop. Een 8 tegen de ene week en dan de week daarna een 3,5. Laat je hem, maar dat is het, hè? Laat je hem dan staan de tweede seizoen zelf. Nou ja, zou ik zeggen nee. Zou ik zeggen nee, maar ja. Als die ontwikkeling natuurlijk zich op, het wordt een 8 en dan een 5. Nou ja, kijk, dat is nu natuurlijk wel mooi. Dat je voor die jonge gast is het natuurlijk heel erg mooi dat je 8 wedstrijden op dit niveau speelt. Waarin je toch over het algemeen beter tegenstanders tegenkomt dan in de Eredivisie. Ja, en dit is bij uitstek ook een speler zoals Stefan de Vrij bijvoorbeeld bij Feyenoord. Als Ajax geld had gehad, was hij nooit doorgekomen. Nee, dat denk ik ook. Misschien dat hij nu, dat er in de winterstop niet per se een creatieve goede middenvelder bij komt. Dat kan. Dat hij over een jaar... bewijzen van spreken, hè? Ik bedoel, Henk Spaan, echt in het Nederlands elftal komt. Dat zou kunnen, ja, als hij een goed jaar bij Ajax speelt. Je kan het best aannemelijk toch, als hij heel het jaar bij Ajax goed speelt, dat Oranje dan terwijl gaat komen. Als hij weg was gegaan met dat jaar op de bank bij, of dat half jaar op de bank bij Excelsior, en hij was naar Como gegaan, of naar, noem eens een club. Ja, ik denk misschien wel hoger. Sylvano Vos is ook bij Milan, weliswaar voor het jong team. Ja, oké, maar weet ik veel, noem eens een club. Maakt niet uit welke club. En hij was op de bank, dan komen zitten. Was zijn carrière helemaal... bergafwaarts gegaan. Ja. Dus zo zie je ook, hè? Het leven, even een dun lijntje. Kleine dingetjes. We hebben het nu best wel veel over het aanvallende gedeelte. Verdedigend zat het ook goed in elkaar. Sterker nog, 0 doelpogingen tegen. Best bijzonder. De 6e keer alweer dit seizoen dat Ajax de 0 houdt. Dat is dus net zoveel als het gehele vorige seizoen. 47 wedstrijden. Ja, en dan zijn er dus daadwerkelijk mensen op de wereld die bestaan, die vinden dat Farioli niet een veel betere trainer is dan Maurice Steijn. Ja, dat is toch ziek. Ja, dat vind ik ook raar. Dat is echt... En soms hebben die mensen dan ook nog zelf op topniveau gevoetbald. Mm-hmm. En dan heb je dus... Of denk je dat ze misschien ooit in de voetballerij... misschien Maurice Steijn zijn tegengekomen en hebben gedacht... Ah, dat is wel een leuke gozer. Dat denk ik af en toe wel eens van... Hé, zou hier een soort lijntje kunnen zijn of zo? Dat heb ik wel eens. Dat zou ook kunnen. Maar dan nog steeds... Zou je toch zeggen dat je gewoon vertelt wat je ziet... Maar Mark, dat je jezelf niet voor lul wil zetten? Precies, dat snap ik dus ook niet. Van, ik vind jou een fantastische gozer... Maar als jij weer zo'n non-argument gebruikt, net zoals wat je net zei, dat Fitz-Jim een jaar op de bank... dan moet je dat toch ook kunnen zeggen? Ja. Nou ja, dat en... Ja, ik weet niet of Maurice Steijn dat wel zo goed trekt als je dat dan over hem zegt. Van, ah, leuk gozer, maar bij Ajax was je echt kut. Ik denk niet dat Maurice dat heel goed trekt. Nee, maar ja. Nee, denk jij dat wij Maurice Steijn ooit nog nodig... dat wij Maurice Steijn ooit nog nodig gaan hebben in ons leven? Ja, maar ook dan dus. Dan laat je dus leiden doordat je... Ja, maar dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij ons in ieder geval niet nodig heeft. Nee, welke kans zou groter zijn dat wij Maurice Steijn nodig hebben bij ons? Ja, ik denk toch wij hem. Ja. Dat denk ik toch eigenlijk. Ajax moet zondag weer tegen RKC. Is een lekkere tegenstander na dan een week waarin je ook Europees moet spelen. Of zie jij dan toch weer een mogelijkheid tot verval? Ik zie een enorme mogelijkheid tot verval. En dan zou het best kunnen dat ze daarom maar met 2-0 van RKC winnen. Dus ik denk dat de uitslag van komend weekend sowieso niet representatief is voor het verval van Ajax. Nee. En dat voor Farioli wel heel lekker is. Omdat dat natuurlijk ook het vertrouwen een boost gaat geven. Ja. Want ja, ik mag het van Neil niet zeggen. Hij is het toch niet. Want die pretendeert soms genuanceerd te zijn. Dat is ook schitterend. Mm-hmm. Maar hij vindt dus dat er nog een kans is dat RKC erin blijft. Ja, die kans is heel klein. Die kant is heel klein. In ieder geval komende zondag de Mo Iataren derby. En waarom heeft ESPN nu al promo's van de Mo Iataren derby? Ja, zou best dat zou heel goed zijn. Ja. Als ik jou zo hoor, dan zou een Ajax-City in je coach van het jaar zou geen slechte optie zijn, toch? Zou over het algemeen niet een slechte optie. Nee, nou ik heb Brian Brobbey in mijn coach van het jaar, omdat het natuurlijk gezond verstand altijd zegeviert bij mij. Ik ook, Brian Brobbey. 3,5 miljoen. Fitz-Jim. De helft. Zo. Ja, dat vind ik oprecht wel een goeie. Want ik zit wel een beetje te puzzelen. Want ik heb dus op dit moment niemand van Utrecht. Dat is natuurlijk heel dom. Ja. Dat is natuurlijk heel dom. Hoewel AZ komt dit weekend. Volgens mij gaan we het zo ook nog over hebben. Ja, maar zal wel weer 5-5 worden. Nou. Iemand, ja, daarom. Maar dan is het heel goed natuurlijk om een om ik heb Toornstra. Ja. Misschien, ik vind het geen verkeerde optie. Maar Brian Brobbey... Ik denk, zo'n baas, die kost ook niks. Kijk, dit is wel het moment ook dat je... Even Mika Gods, 2 miljoen. Fitz-Jim, 1,75. Hato, al 25 punten gehaald dit seizoen. 2,5. Juri Baas, 1,75. Maar de boodschap is dus vooral tegen de... Doe zelf onderzoek. Ja. Ga even die statistieken na dit weekend. En puzzelen. Ga even puzzelen, ja. Het is het, die moet weg en die moet er weer in. En dan pak je net weer... Ja. Maar je mag wel maar 1 keer wisselen. En, ja, maar het ding is ook... kijk iets verder vooruit. Kijk niet naar dit weekend. Kijk ook even wat de komende weken is. En dan kun je nu alvast gaan kijken hoe je uiteindelijk het schaakspel gaat spelen. Want dat is het coach van het jaar, is eigenlijk schaken. Ja, op hoog niveau. Op hoog niveau. Op hoog niveau. Alsof je tegen Magnus Carlsen staat. Ja, nou, die Magnus Carlsen moet ik nog maar zien, hoor. Of die een keer weer winnaar zou worden in de coach van het jaar. Of die zo goed op de hoogte van de selectie van Heracles allemaal loopt. Ja, mocht je mee willen doen in onze subliek, dan kan dat via de link in onze beschrijving, uiteraard. Hartstikke gezellig. Voordat we het over de Eredivisie gaan hebben, nog even een klein rondje Europa League doen. Laat me doen. Fakkels, gooien, vasthouden. In welk kamp zit jij? Nee, ja. Volgens mij is er niemand in de wereld die niet vindt dat een goede pyro sfeerverhogend is. Alleen die idioten die ermee gooien, ja, die verpesten Bilbao dat wel. Supporters, ja, de Bilbao supporters na Roma supporters. En bijvoorbeeld in Zwitserland zijn ze gelegaliseerd. Dat is daar gewoon gefixt. Daar mag je als supporter fakkels afsteken. Nou, het zou een droom zijn als dat in de KKD en in de Eredivisie ook zou kunnen. Nou ja, hetzelfde geldt voor de Europa League. Ik denk niet dat de UEFA enige vorm van empathie heeft richting fakkels of voetbalsupporters. Dus daar zal het nooit gebeuren. Nee. Maar ja, je moet dit wel, je moet hier gewoon beter mee omgaan als supporter. Mag je in de Kuip eigenlijk fakkels vasthouden? Ja, ik wel. Ja, ik heb het privilege. Ja, daarom. Nee, dat mag niet. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Nee, voor de mensen die pas net luisteren, wat toen niet meegekregen hebben. Er werd toen ik bij Feyenoord Lazio was met een vriend van mij, werd zo'n fakkel doorgegeven en ik wilde hem ook doorgeven. Maar er stond een man van 72 op vak S met zijn zoon van 11 of zo. En die wilde hem niet aanpakken. Die keek ook niet heel sympathiek, dus toen stond ik daar maar met die fakkel. Ja. Ja, we maakten ons vanochtend hier eigenlijk op de redactie een beetje zorgen dat je alsnog opgepakt was. Dat was niet zo. Nee. Slechts verslapen. Nou, ja, kan gebeuren. Nog één wedstrijdje uitpikken, Tottenham Karabağ. Vrij bizarre wedstrijd. Mickey van der Ven natuurlijk in actie gezien. Was eigenlijk de enige verdediger van Spurs die geen fouten maakte. Ja. Tottenham vrij snel rood. Maar Karabağ had echt niks in te brengen eigenlijk. Karabağ was te laat. Ja, door ook dat traffic. Nog. Ook dat nog. 2,5 uur hebben ze vastgestaan. Toen waren ze een kwartier voor de aftrap waren ze er. Daardoor is die wedstrijd is uiteindelijk 50 minuten later begonnen. Ja, schitterend. Nou, ik heb natuurlijk in Londen gewoond. Jij hebt in Londen gewoond. Het was altijd 25 minuten fietsen van mij naar mijn studie. Maar dat werd soms ook 40 minuten. Dus zelfs voor die fietstijd was die... Door het verkeer was die drukte zo fragiel. En veranderde alles. Jij weet hoe het is. Ik eigenlijk bij Karabağ voetbal. Zo moet je het eigenlijk zien. Ik ben eigenlijk onderdeel daarvan. En dan is er geen mogelijkheid meer om te winnen. Nee. Geloof je dat zoveel invloed heeft? Nou, ik ben... zelf heb ik ook wel een tijd in een disciplinair gezien... extreem slecht elftal gespeeld... En als je dan met z'n allen een kwartier voor tijd aankomt... en je moet dan nog omkleden en een warming-up doen... en je hebt als keeper, je bent niet ingeschoten... zeg maar je hebt nog niet één keer gedoken... en dan komt er 2 minuten een bal op doel... ja, dan wordt het een lastig verhaal. Ja. En ik snap wel, als jij profvoetballer bent... en je bent gewend om 1,5 uur wedstrijd voorbereiding te hebben... en je hebt nu een half uur... dat het hetzelfde voelt als voor mij... 5 minuten in plaats van 25 minuten. Ja, kan ik me ook al voorstellen. We gaan het zo over de Eredivisie hebben... maar eerst nog even aandacht... voor het spel wat vandaag uitkomt. EAFC 25. Ja, man. Ja, ik vind het echt geweldig. We gaan het natuurlijk heel uitgebreid spelen hier. En er is een nieuwe Rush Mode. Rush Mode. Waarin je dus 5 tegen 5 kan spelen met je vrienden. Ja, goed. Dat betekent dus dat je ook daadwerkelijk met al je vrienden dat kan doen. En dat is voor mij wel een droom. Want kijk, je hebt ook dat clubs. Maar ja, ik heb geen 11 vrienden die FIFA spelen. Ik heb überhaupt geen 11 vrienden. Jammer dat je er was. Dit kan wel, dus dit lijkt me echt heel erg vet. Het heeft ook allemaal spectaculaire regels. En ja, eigenlijk een soort... Het is eigenlijk de Marco van Basten versie van EAFC 25 Career Mode. Ja, nee, ja precies. Dus, Met allemaal regels, blauwe kaart. Ja. Shootouts in plaats van penalties. Ben ik groot voorstander van. Ja, en dit is dus ook iets... We kunnen hiermee dus een beetje gaan experimenteren voor het echte voetbal. Hè? Werken shootouts. Mooi. Mooi. Nou, in ieder geval voor het vermaak toch. Want heel veel van die regels wordt toch altijd over gezegd van... Deze regels moeten toegepast worden om het vermaak van het spelletje te vergroten. Weet je wat ik trouwens gisteren... Ik zat gisteren om daarover door te gaan. Dat WK van 2026... Ja. Daar zitten dus geen rustdagen in. Nee. Omdat er zoveel landen meedoet. En dan heb je op sommige dagen tot aan 6 wedstrijden op een dag. Maar hebben ze jou gebeld daarover? Nee, ik las het in een nieuwsbrief. Maar... Hoe de fuck denken ze niet aan de mensen die daar dan elke dag een podcast over maken? Nou ja, het is gewoon heel veel voetbal kijken, maar op zich geen straf. Ik vind die rustdagen altijd een grotere straf dan dat ik te veel voetbal moet kijken. Ja, ik vind ze soms ook wel even lekker. Ja? Ja, dat je dan gewoon nog een keer kan sporten, dat je nog een keer... EAFC kan spelen. Ja, EAFC kan spelen. Ja, zeker weten. 6 wedstrijden per dag. Nee, maar ik kijk er heel erg naar uit. We zijn hier natuurlijk nu aan het werk. Dan hebben we straks nog een klein afscheid van onze vrienden. Wouter Boerkamp, Nicky Bartens. Collega's, voorbeelden. Rest in peace. Rest in power. Rest in power, ja. Maar ja, daarna ga ik 's avonds. Ik heb ook vanavond expres daarna geen plannen gemaakt. Dus ik ga vanavond en morgen 15 uur achter elkaar EAFC spelen. Dat wordt geweldig. Heb je groot gelijk. Mocht jij hem nou nog niet hebben aangeschaft, dat kan natuurlijk via de link in onze beschrijving. Wij gaan het hebben over de Eredivisie-matchen. Want er staan we wat mooie affiches op het programma, moet ik toch zeggen. Waar kijk je meest naar uit, Broesie? Ja, voor mij... Ik heb altijd... Het is een beetje stom antwoord, maar Feyenoord uiteraard. NEC. Pittig potje, denk ik. NEC uit, ja. Dat is heel taai. Echt een pittig potje, maar mooiste wedstrijd... waar ik ook wel heel erg benieuwd naar ben, is wel AZ Utrecht. En waarom ben je er zo benieuwd naar? Nou, omdat eigenlijk Utrecht het in mijn ogen verrassend goed doet. 13 punten. Ja, ik had dat niet per se verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vond de aankopen wel leuk, maar niet fantastisch. En AZ eigenlijk best wel goed gestart. Natuurlijk een uitschieter tegen Heerenveen. Maar daarvoor defensief best stabiel. Ja. Niet super aantrekkelijke wedstrijden. Maar ik vind dat eigenlijk wel aardig lopen. En ik ben heel erg benieuwd of het AZ ook lukt tegen Utrecht. En of Utrecht toch een beetje kan profiteren van dat AZ tegen Elfsborg niet de allerbeste wedstrijd had. Wat niet zeg de allermakkelijkste. En verstand. Ja, mijn gevoel zegt Utrecht. En mijn verstand zegt AZ. Het is in Alkmaar. Ja, ik heb daar nooit zo heel veel mee. Jij hebt niet zoveel met uitwedstrijden. Zeg maar, jij denkt dat het uit- en thuisvoordeel niet zoveel als heel vaak gezegd wordt, man. Nee? Nou ja, we hadden het net over Ajax bijvoorbeeld. Ik denk dat je bij Ajax afgelopen week gezien hebt wat dat kan betekenen. Alleen dit was wel natuurlijk een extreem voorbeeld. Want ja, dat is in de arena was het echt groot feest. En wat ik zeg, ik geloof wel dat het gedurende een wedstrijd kan het elkaar heel erg gaan. Maar ik denk dat het wel heel erg te maken heeft met wat er op het veld gebeurt. Want je ziet echt weinig. Ik denk als je daar maar eens naar terug moet kijken, wat ook heel vaak wordt gezegd over magische avonden, Europese avonden in de Kuip bijvoorbeeld. Dat het wel op het veld... dat er aanleiding moet zijn. Ja. Dus vanaf de start heb je vaak supporters die in ieder geval de toon neer kunnen zetten. Maar ik denk wel dat dat op het veld opgevolgd moet worden, zodat het een hele wedstrijd zich volhoudt. Ja, kijk, weet je wat ik denk? Ik denk dat Utrecht individueel gezien al jaren een heel behoorlijk elftal heeft, wat echt vijfde, zesde kan worden. Ik denk dat het elftal van Utrecht niet sterker is dan dat van AZ, los van misschien op een paar posities. Ik denk dat Barkas momenteel nog een betere keeper is dan Obusu-Oduro. Mm-hmm. Dat zal over 2 jaar niet meer zo zijn, vermoed ik. Maar ik denk dat technisch-tactisch AZ echt best wel een grote voorsprong heeft op Utrecht. Ook omdat Ron Jans in staat is om een elftal goed te laten voetballen. Maar ik heb Ron Jans nog nooit op langer termijn, los van dat Jabba Peksolle, een elftal extreem overzien presteren, weet je wel. Dus ja, ik denk dat als het erop aankomt, AZ altijd sterker is. En AZ deze wedstrijd gaat winnen. Ja, ik denk dat Utrecht nu op dit moment wel in een soort modus zit. Een flow. Waarin wel heel veel vertrouwen uit wordt getankt. Ook als je natuurlijk die wedstrijd tegen Willem II erbij pakt. Ja. Hoe je dat uiteindelijk weet te winnen. Terwijl dat echt een hele moeizame en moeilijke wedstrijd was. Ja. Dan vind ik dat wel heel erg knap. En ik zie die weerbaarheid bij Utrecht zie ik dit seizoen alweer meer dan vorig jaar. Terwijl vorig jaar kwamen ze al uit die kutserie waar ze mee begonnen met Zielbouwer. Toen pakte Jans dat op. Ja. Maar daar zag ik nog wel een beetje die kwetsbaarheden. En die vind ik nu dat je die veel minder ziet. Overigens over het stadion van AZ gesproken. Gisteren hadden wij het volgens mij in de daily over AZ dat het een beetje leeg leek. Toen kreeg ik een berichtje op Insta van Dien, een luisteraar van ons. Die zei van, in het begin van de wedstrijd kon nog niet iedereen naar binnen. Dus vandaar dat het wat leeg oogde. En het zat vrijwel helemaal vol, wilde ik toch nog even zeggen. Nee, heel goed. Belangrijke nuance. Ja, het is mooi wat voor een DM's we af en toe krijgen voor... Dat is echt top. Ja, nee, zeker. Ik zweer, want dat weet je niet als je niet bij het stadion bent geweest. Nou ja, en dat is ook de reden dat er veel kritiek is op commentatoren vaak. Supporters weten altijd meer van een club dan mensen die het algehele voetbal volgen. Dus ja, daarvoor is het ook top. Dat denk ik ook. Het is een zondagavondwedstrijd. 8 uur. Wat zegt jouw gevoel daarbij? Avondwedstrijd mooi. Avondwedstrijd prachtig. Zondagavond. Voor de kijker fijn. Ja, vind je het ook voor de kijker fijn? Ja, ik vind dat wel lekker, man. Want ik redeneer sowieso altijd vanuit de stadionganger. Nou, voor de stadionganger is het verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen dat ik op zondagavond... Ja, heerlijk, man. Ook wel een... Kijk, ik kijk vrijwel altijd die 20:30 en die 16:45 wedstrijd. En na 2 hele wedstrijden... Lekker, man. Weet je waarom? Om 9:00 begint in het buitenland beginnen de laatste wedstrijden. Dus dan kan je daarvan nog even de tweede helft meepakken. Heb je heel dag voetbal kunnen kijken, wedstrijden kan jij op een dag kijken dat je het leuk blijft vinden? Nou, echt volledig gefocust. Ja. Niet zoveel. Ik kan er twee kijken. En als er dan een spectaculair weekend is, dan lukt 3 ook. Maar dat is omdat die affiches zo vet. Maar ik kan er wel 4 gewoon prima aan dat ik gewoon die wedstrijd merendeel gewoon heb gekeken met mijn telefoon een beetje bij. Maar blijf jij dan echt 6-7 uur op de bank zitten? Ja, man. Ja, een beetje eten. Ik heb die rust echt niet in mijn hoofd, man. Nee, maar dat komt wel, Mart. Dat komt wel als je wat ouder wordt. Dan komt dat vanzelf. Gewoon wel een wedstrijdje tussen nummer 2 en 3, hè. Mogen we ook niet vergeten. Ja, zeker. Zegt op dit moment toch ook de misschien topper. Al wat. Super wel Sunday. Een historie met heel veel doelpunten altijd, hè. Deze kraker. Mike van der Hoorn. Goeie goal. Ja. Nee, jij, altijd veel goals. Welke spelers die voor beide clubs hebben gespeeld, kun je noemen? Shit, man. Viergever. Ja, Nick Viergever. Dit vind ik zo kut dat ik nu... Robin Nelissen. Je komt er niet ver. Ja. Kijk, zo zie je mensen on the spot, daar gaat het om. Hè? Ja, man. Dit is wel waar. Adam Maher. Joris van Overheem. Broes, die neem je rotzooi Joris mee. Van Overheem. Broes. Ja, oké. Nu ben ik weer. Ja. Zo, dat is pijnlijk, man. Maar goed, laten we doorgaan. Dat vind ik heel pijnlijk. Ja, ik vind het is niet anders. John van der Brom. Het is niet anders. Willem II PSV. Pakken we ook nog even mee. Ik heb nog altijd die herinnering aan die gigantische monsterscore 5-0 in mijn hoofd dat Willem II voor PSV... Trainer van Willem II? Renier Robbenmond. Juist. Dat zou ik ook altijd... Die wedstrijd staat me ook echt nog zo erg bij. Dat was zo bizar, want Willem II... Terwijl PSV kampioen werd dat jaar, met Schwabs en erachterin. Echt bizar. Ik denk niet dat we dat nu verwachten, toch? Nee, ik denk dat het maximaal 4-0 wordt van Willem II. Ja, dus, ik denk zeg maar wel... Ik ben niet heel erg onder de indruk van het elftal van PSV. Ik denk wel dat Peter Maas een pragmatische coach is. Van Willem II, ja. Ja, sorry, zei ik PSV? Of van Willem II, die er wel alles uit kan halen. En dat Ringo Meerveld een soort... cheatcode is, om maar in de termen van onze podcastgenoten te spreken. Alleen dat dit PSV zo stabiel is dat ze daar weinig moeite mee hebben. Ik voorspel dat Willem II zal gaan razen en misschien maken ze wel een doelpunt en dat PSV ze lekker uit zal laten razen en dat ze dan er altijd wel 2 of 3 maken. Ja, maar wel bizar toch als je naar die laatste paar ontmoetingen bij Willem II kijkt. 5-0 dus, die jij zegt, als we vanaf daar beginnen. Dan in 18-19 3-0. 19-20, 2-1. Allemaal voor Willem II, hè? Seizoen 20-21 werd het 0-2 voor PSV. En het seizoen 21-22, 2-1 voor Willem II. Dat is best bizar, toch? Nou. Ja, geloof je daarin? Geloof je in het fenomeen angstgame? Ja, heel erg. Maar ik geloof daar heel erg in, omdat ze bij Willem II allemaal denken van... ja, we kunnen dit, weet je wel. En die supporters erbij en dat elftal. En dat je dan daar toch meer zelfvertrouwen uit haalt. Ik denk wel dat dit PSV beter is dan al die elftallen. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat Willem II wel... minder is momenteel dan dat elftal dat bijvoorbeeld de bekerfinale haalde. Weet je wel? Ja. Dus dat wel een significant verschil is. Denk je ook, want je net zei over Peter Maas van wat hij dan betekent voor Willem II, dat het is nu natuurlijk een 8e plek. Is dat realistisch of zit jij meer te denken van 12 tot 16? Of zelfs ik lager? Denk 12 tot lager. Maar dat komt omdat... Kijk, zij hebben duidelijk een paar spelers, waaronder Ringo Meerveld is de grootste naam, die echt... Dat zijn echt hele goede eredivisie-spelers. Alleen ik vind de selectie niet heel breed. En kijk, als het tegen gaat zitten... is dit wel een elftal dat ook een keer 6-7 keer op rij kan verliezen. Dus ik vind wel dat die keeper die ze gehaald hebben... die De Lignon, dat echt een verrassing is. En zeker als je kijkt naar de concurrentie onderin... dat een enorm verschil kan maken. Maar dat Willem II gewoon zo snel mogelijk veilig moet zijn... dat zij waarschijnlijk in maart 12e, 13e zijn... weet je wel, en dat ze denken, oké, we zijn wel veilig. En dat ze dan, als ze veilig zijn, nog 5 keer verliezen... waardoor ze uiteindelijk iets lager eindigen. Okay. Vind ik mooi hoe ver jij in je glazen bol kan kijken. Hoe ver die gaat die van jou? Denk ik. Ja, nou, wie weet. Moeten we buitenlands voetbal nog even doen? Kijk je naar iets uit? Jouw kennende? Ja. Spurs United. Ja, ik vind het ook prettig, omdat, zeg maar... je ziet heel erg dat Ten Hag een relatief onsympathieke man voor die Engelsen... dus die krijgen weinig goodwill. Maar die Ange Postecoglou... die had ook bijna geen punten. Mm-hmm. Maar dat is een charismatische, lieve oom die iedereen wel wil. Maar het helpt toch? En dat helpt ziek erg. Ja, het helpt 100%. Want ik hoorde ook dat Spurs bijvoorbeeld over het afgelopen jaar... als je dus de laatste 365 aangepakt... minder punten gaat heeft dan West Ham. Ja. Weet je wel? Nou ja, dat soort dingen. Dat is natuurlijk best significant. Zeker gezien hoe slecht West Ham gestart is. Ja, ik denk dat Spurs ook niet zo'n heel goed elftal heeft. En dat United misschien wel een iets beter elftal heeft. Dus ik hoop heel erg voor Ten Hag dat hij hem wint. Ja. mijn sympathie gaat dat toch naar Big Ange uit. Ja. Ja, maar kijk, bij mij komt die sympathie... Ik ben een beetje klaar met het United van Ten Hag, man. En ik vind Ten Hag... met jou. dat mag ook. Nou ja, dat komt goed uit. Maar ik gun Ten Hag echt het beste, man. Ik vind het echt vet wat hij eerder in Nederland heeft neergezet. Ik vind het super knap wat hij bij Ajax heeft laten zien. Maar het is het toch niet bij United? Nee. Al 3 jaar gewoon niet. Ik denk ook niet dat het nog goed komt. Nee, precies. Maar dan is het toch beter om er een eind aan te breien. En dat hij Compagnie straks opvolgt bij Bayern. En dat hij daar een machine van maakt. Want hij kan dat wel. Alleen bij United... Ja, maar het helpt wel als je nu 5e wordt. En je zegt, oké, we stoppen ermee. Is beter dan dat je ontslagen wordt. Dat is waar. Nou ja, trouwens, dat boeit. Eigenlijk boeit dat toch niet zoveel als we naar alle topmanagers kijken. Nou ja, hij heeft toch niet het cv van een Tuchel... Of zo, nee, dat Pochettino, is waar, dat is waar. Hij heeft nooit op zo'n lang niveau zo goed gepresteerd. Dus. Daar heb je helemaal gelijk in. Mag ik dan ook nog 1 wedstrijdje benoemen? Nee. Dan zeg ik niet dat zondag om 9 uur de derby van Madrid is. Ja, precies zo'n wedstrijdje die ik bedoel. Pot, man. Dat is toch heerlijk? Ja, ik vind dat echt top. Wat is jouw meest legendarische Atletico tegen Real? Nou, wat moment wat mij bijstaat is Valverde die Morata omverkegelt. Ja. Laatste minuut. Dat die in de allerlaatste seconde die overtreding maakt. Echt knijterhard ook. En die gelijk het veld afloopt. Van, hij weet al dat hij rood heeft gepakt. Ja, ik vind dat soort dingen vind ik prachtig om te zien. Schitterend. Ik weet nog dat... begin van het tijdperk Simeone speelde ze nog in Vicente Calderon. Toen was die wedstrijd eind van de zondagmiddag, 19:00. Ik wil die persen kijken, maar ik was met een maat van me die niet van voetbal houdt. Dus ik had hem helemaal ingepakt van... Waar praat jij dan over? Politiek. Ja, echt? Ja, dat is... Maar... Jezus, dus ik had een beetje ingepakt van... Het is eigenlijk geen voetbal, het is theater, weet je wel. Maar dat was toen ook zo. Toen won Atletico was met 3-1 of 3-2. Alleen maar vliegende tackles, rode kaarten. En dat was zo'n spectaculaire pot. Ik ga die, denk ik... Ja, die staan me toch voor altijd bij. Ja. En ook als ik dit Atletico zie, dan mis ik Vicente Calderon zo erg. Ja. Champions League finale nog? Ja. Ja, toen was ik kreeg toch op het moment dat Atletico echt goed werd, is mijn sympathie een beetje verdwenen. Want vroeger had ik echt een zwak voor. Ja, het is mooi hoe jij naar voetbal kijkt, Mart. Nog even 1 dingetje wat ik wil bespreken. Iets wat nieuw, wat net binnenkomt. Wim Jonk, nieuwe assistent van Ronald Koeman. Volgt Sipke Hulshoff op. Ja, wat is jouw beeld van Wim Jonk? Ja, moeilijk. Hij is voor mij toch... een heel groot onderdeel van 2 soaps geweest. Zowel bij Ajax als bij Volendam. En als iets 1 keer gebeurt... maar dat heb ik toch wel een beetje. Van, het is niet voor niets dat hij daarbij betrokken is natuurlijk. En dat kan enerzijds... is dat mooi, want hij heeft een super eigenzinnige manier van kijken naar voetbal. Ja. Nou, dat vind ik bij jou ook mooi. En bij Wim Jonk is dat ook. Dus dat vind ik tof. Alleen... er gaat natuurlijk wel wat mis als constant blijkt dat de samenwerking niet werkt. Dat ligt dan... Waar 2 partijen zijn, hebben 2 partijen schuld, denk ik. Ja, dat en ook, zeg maar... Er is volgens mij verder niemand in de voetballerij... waar het altijd om het team gaat... terwijl je het over een individuele persoon hebt. Ik bedoel, dat Team Jonk zo'n groot... Alleen bij scheidsrechters, toch? Ja, maar nee, maar dat Team Jonk zo'n groot iets geworden is wel een zwaktebod. Ja. Weet je wel, ik bedoel, als je het zo goed alleen kan... Ja, maar nu natuurlijk als assistent is dat wel. Ja, maar ik ben benieuwd of Team Jonk wel... Dat zijn gedachten van gewoon 8 man op de bank. Dat die bank uitgebreid moet worden, omdat heel Team Jonk daar moet zitten. Hoe heet onze Duitse trainer? Zo snel gaat het, in de vergetenheid. Ja. Hij heeft nog koffie van mij gehaald toen bij Volendam. Keuler. Wel echt een lieve man. Ja. Maar ja. Heb je ook niks aan? Nee. Heeft het ook niet gered? Nee. Heeft het ook niet gered. Jungle Blues. Koeman zei met zijn ervaring is hij een uitstekende toevoeging aan onze technische staf. Ik ken hem als een goede trainer met een frisse eigen kijk op voetbal. Ik vind het wel, hè, als je er even serieus naar kijkt, het is wel een heel ander type. Want Hulshoff die heeft zich natuurlijk gewoon opgewerkt door methode of hoe zeg je dat? Met periodisering en zo, technisch, tactisch, het heel goed op te bouwen, heel methodisch te werken. Echt een veldtrainer. Veldtrainer, weet je wel. En ja, dat bij Jonk is ook een goede veldtrainer. Maar die kijkt natuurlijk uit een heel andere visie dan Hulshoff. Die kijkt iets groter vaak naar het spelletje dan alleen wat er op dat veld is. Ja, en Hulshoff is gewoon een enorm moderne veldtrainer. En ja, ik denk dat als jij met een elftal wat vrij goed is, maar lang niet zo goed is als Brazilië, Argentinië, de hele mikmak, wat wil presteren, dat je wel types als Hulshoff nodig hebt. En ja, ik weet ook niet of die voorhanden waren. Maar ja, dan is Jonk wel iets anders. Ja, interessant. Gaan we kritisch volgen. Niet? Ja, maar ik ga vooral een biertje drinken zo. Het waait hier. Laten we dat dus misschien doen. Wel iets van een Berenburg of zo. Het voelt als weer voor een Berenburg. Nou, ik sluit het niet uit. Als jij een borreltje neemt, dan neem je dan altijd? Ja, ik drink eigenlijk vooral bier, man. Ja, de hele hippe wereld die drinkt gek veel Salmari. Ja, het is jezus, ja. Ik neem als ik in Deventer ben, wel eens een nozen. Daar is het meermaals misgegaan, ja. Bij Salmari'tje. Maar nee, je hebt nooit dat je van een whiskietje inschenkt? Nee, man. Ik doe dat ook niet. Zo lekker. Weet jij zou het wel echt goed kunnen doen nu met je keel. Ik heb het redelijk gered met de tragiton. Maar ik heb zo'n ongelooflijk hekel aan mensen die dan gewoon op hun 23ste beslissen... Oké, ik word nu een whisky-liefhebber. Nou, ik vind dat wel vet. En die kopen dan allemaal flesje whisky en die gaan dan ziek interessant doen. Nou, ik had daarover. Dus wel... Toen ik Suits keek... toen heb ik zo'n... hoe oud was ik toen? Ja, wat zat zij? 18 of zo? Ja. Zo'n karaf. Ja, echt waar. Wat vind jij van die mensen die dan Peaky Blinders kijken... en dat is een hele grote canvas van Tommy Shelby? Ja, dat vind ik prachtig. Ik hou wel van mensen die zich verliezen in series, man. Ja, ik heb dat nu met de Sopranos, man. Hey. Ik kwam een kunstwerk tegen van Tony Soprano. En toen had ik dat ook bijna gekocht. Maar toen dacht ik wil niet iemand zijn die kunst van maffiafilms of series in zijn huis heeft. Je hebt toch bij de Xenos heb je ook van die posters, al die filmposters en zo. Ja, schitterend. Ja, prachtig. Ja, weet je wat wel een tip is? Je hebt zeg maar bij de Varia World, dat is zo'n hippe platenwinkel in de meeste steden, heb je best wel vette filmposters. En ook muziekposters, maar die zijn zeg maar wel mooi. En die zijn niet zo lelijk als van Spider-Man 2 of zo. En als je nou nog eens een simpel cadeau zoekt, wat een beetje quasi-intellectueel overkomt, omdat je vrienden hebt die foto's van de Brooklyn Bridge in hun huis hebben, dan koop je voor €5 een lijst bij de Action en zo'n ding, en dan heb je best een leuk intellectueel cadeau. Zullen we deze ook in de beschrijving zetten? Ja, mensen hebben daar... Mijn ervaring is dat ze daar heel blij mee zijn. Ja. Wat leuk. Vooral vrouwen. Dat kunnen sommige mensen hier nog als tip gebruiken, denk ik. Als je niet van je haar moet hebben, dan ga je maar hele leuke cadeaus verzinnen. Het is wel een goede eigenschap. Ik vind het een hele goede aanrader, Martje. Nou, gaan wij zo'n borrel drinken. Gaan wij lekker een biertje drinken. Ik wil jou bedanken, jongen. Jij ook. Geniet van je weekend. Moet je nog voetballen met Florian? Zeker weten. Per koud thuis. Oh, ik moet tegen UVV zondag. UVV? Is dat waar komen we? Ook uit Utrecht. Ik denk Utrecht. Derby. Ja, wij spelen vooral derby. Ja? Ja, eerste competitiewedstrijd, alles geven. Ga nog wat tegenhouden of... Ja, het is een lekker tijd, op 12 uur. Dus dan ligt mijn reddingspercentage altijd hoger. Ik hoop dat je het redt. Ik wil alle kijkers en luisteraars heel erg bedanken. En uiteraard een heel fijn weekend wensen. Geniet van al het voetbal wat er is. Geef even je zondagplanning door. Die van mij staat nu redelijk, heb ik het idee. Maar laat dat even weten in de comments. En maandag zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Later.